super, want ik krijg heel vaak dingetjes op mijn mail dat er weer iets nieuws is. En dat vind ik erg leuk. Ga ik altijd naar kijken. En ik heb jou ook wel eens gezien. Ik vind Paardmeier TV ten eerste heel leuk om naar te kijken. Ik kijk meestal natuurlijk online. Toevallig ben ik vandaag hier en zie ik het op schermen. Maar ik kijk meestal op YouTube wat jullie allemaal hebben gemaakt. En ik vind het heel vaak hele boeiende items. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ze kunnen mensen filmpjes maken als ze dat willen voor allerlei doeleinden. Paardmeier is een stichting die doet heel goed voor haar doelgroep. Ik vind dat Paardmeier TV goede aandacht besteedt aan zijn doelgroep. Ik vind het gewoon een goede organisatie. Okay. Ik vind het heel erg leuk. Leuk om jullie zo hier bezig te zien. Ik vind het dat ze hele mooie uitzendingen maken. Met heel interessante informatie. Dus ik kijk er heel graag naar. Nou, ik vind dat jullie hartstikke leuke televisieprogramma's maken. En volgens mij is iedereen heel enthousiast. Dus ik vind het hartstikke leuk. Ja, fantastisch. Geweldige films worden er gemaakt. En, ik vind Paardmeier TV heel erg mooi en gezellig. En goede onderwerpen. En alles wat erbij hoort. Ik vind het geweldig. Ik vind het gezellig. Ik vind het een leuke troep mensen. Ze werken hard en ze maken prachtige producten. Ik vind de filmpjes leuk. Ik vind de interviews leuk. En je geeft gelijk een mooi beeld van de stad natuurlijk. En wat er allemaal gebeurt. Ja. Paardmeier TV vind ik heel leuk omdat ze veel over de stad zeggen. Ik vind eigenlijk hetzelfde als haar. Het is gewoon heel leuk en het geeft ook een heel leuk beeld van de stad. Zo, ik vind dat er heel veel verschillende filmpjes zijn. Ik vind ook dat de filmpjes die er zijn ook heel goed zo echt in de stad plaatsvinden. Dus ook echt naar buiten toe worden gegaan. Misschien is het wel leuk om wat vaker te zien. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik hou van sport. En misschien eens een keer een extra sportitem zou ik wel leuk vinden. Ik zou graag filmpjes willen zien van de Partij voor de Dieren. Maar ook voor andere onderwerpen. Dierasiel of... ja, maakt niet uit wat jullie interesse ligt. Wat voor filmpjes ik graag zou willen zien? Nou, ik vind die straatinterviews erg leuk op de televisie. Vind ik echt heel leuk. Nou, ik wil graag een filmpje zien over... de verschillen tussen de rijken en de armen, want het is een heel groot verschil. Er zijn een bepaald groep met ze zijn echt heel rijk en ze strooien letterlijk met geld. En er zijn ook armen die niet eens rondkomen met de uitkering. Dus ik wil dat daar meer aandacht aan wordt besteed en dat de uitkering wordt verhoogd. Ik wil graag films zien over dierenmishandeling. Er zijn heel veel dieren die worden mishandeld en daar wordt geen aandacht nog in filmpjes gegeven. Ik wil graag dat zien. En misschien kan Paardmeier wat doen. Ik vind eigenlijk alle filmpjes wel interessant. Alle filmpjes die jullie maken vind ik leuk om te zien. Dus alles wat gewoon met wat jullie interesseert vind ik ook leuk om te zien. Wat voor films? Ik vind het heel leuk films hier uit de wijk, want ik woon hier zelf in de buurt. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het heel leuk om films over bijvoorbeeld natuur in de wijk te zien. Nou, ik zou het leuk vinden als jullie een soort van avonturen gaan beleven. Dat je bijvoorbeeld gewoon met z'n allen op een schip gaan en dan gaan varen en dat je niet weet waar naartoe. En dat er dan iets gebeurt, weet je wel. En dat je dan denkt, wat gaat er gebeuren? En dat als ze... Net dan op dat moment dat er dan volgende week gaan we weer verder. En dat je dan de week daarna een soort serie of zo, zoiets. Maar als jullie gewoon laten zien wat je hier doet of wat je van die mensen die in zo'n huis wonen, dat vind ik ook goed hoor. Okay. Nou, ik vind dat er al een hele hoop filmpjes worden gemaakt die heel erg leuk zijn. En heel gevarieerd.
De straatinterviews vind ik ook altijd prachtig over actuele onderwerpen. En mensen die in het bedrijf zijn gaan werken. En hoe ze van beschermd wonen naar begeleid wonen. En hoe dat bevalt. Moet ik de microfoon hoger zetten? Zo is goed. Ja. Ik zou wel graag filmpjes willen zien waarbij mensen een beetje gevolgd worden uit alle verschillende culturen. Dus wat ze doen voor hun ontbijt en wat ze doen bij je tussen de hele dag door. En dat aan elkaar monteren. En dan krijg je een heel mooi beeld van Rotterdam. Dat lijkt mij leuk. Een film van Rotterdam, van de mensen van Rotterdam. Wat doen ze de hele dag? Een interview van Abu Talib. Maakt mij eigenlijk niet uit. Ik hou er gewoon van wat er op het nieuws komt. En wat er op het nieuws komt, dat komt gewoon op het nieuws. Is dit het?